Hoewel het nieuwe schooljaar voor de deur staat, hebben niet alle schoolgaanden een goede voorbereiding kunnen treffen. In het kader van onze Terug naar School-serie hebben wij enkele jongeren in de binnenstad van Paramaribo gesproken. Opmerkelijk is dat de stad sinds begin deze week druk is met leerlingen en ouders die nog de laatste spullen voor het nieuwe schooljaar halen. Toch komt niet een ieder eraan toe om nu de inkopen te doen. Ik ben nog niet voorbereid. Je bent nog niet voorbereid? Dan heb je al misschien schoolinkopen gedaan of zo? Nee. Ik heb nog geen schoolbenodigdheden gekocht. Maar waarom precies? Ik werk, dus pas wanneer ik klaar ben met werken. Ik heb nog niet gekeken. Waar ik werk zijn die dingen wel duur. Maar ik heb nog niet gekeken. Tenminste, ik heb ook niet zoveel spullen nodig. Alleen een paar pennen, schriften, dat soort dingen. Een andere jonge dame die we in de stad tegenkwamen, zegt voor nu haar studie te hebben afgerond. Ze raadt andere jongeren aan alleen het noodzakelijke te kopen. You gotta do what you gotta do. Je moet dingen kopen, you know. Ja, yeah, that's it. Maar wat vind je van de situatie? Ja, dat is waar. Dat wel. Maar, you know. Zou je steeds nieuwe spullen kopen? Nee, niet steeds. Daarom, gelukkig, mijn moeder was wel iemand die niet constant dingen kocht. Dus vroeger, dus de spullen van vroeger hadden we nog, you know. En dat gebruikte je nog. Misschien schooltas ga je wel kopen, want je wil een nieuwe schooltas. That's it. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is deze week druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. Ook diverse scholen hebben deze week een inschrijfperiode voor schoolgaanden die de 1e van augustus hebben gemist.